Yo, chappen allemaal, welkom bij een nieuwe video van Snor Gaming. Ik zit even de tijd op dat. Echt weer een top begin van deze video, echt. Ja. Oké. Maar vandaag wou ik. We beginnen gewoon gelijk. Want ja, het is alleen maar tijdverspilling als we niet gelijk beginnen. Vandaag gaan we de vloer even van hout maken. En ik wou. Vandaag heb ik geen extra mods trouwens, dat je dat even weet. Maar daar staat nog een kist natuurlijk, die kunnen we nog showen. Als we hem er langs kunnen komen. Want misschien is die eindbaas daar nog. Ik weet het niet. Ik hoop het niet in ieder geval. En ja, we zullen even zien hoe ver we zullen komen. Vandaag zullen we gewoon even wat basis survival dingetjes doen, laat maar zeggen. Want ja, we hebben natuurlijk heel veel mooie dingen gedaan. Zoals mod showcase laten zien. Ons huisje gebouwd. Maar nog niet echt de standaard survival dingen. En ik denk dat dat toch best wel heel erg slim is als we daar een beetje aan gaan beginnen. Ik ga dit weghalen. Neem dat het moet, maar omdat het kan. Natuurlijk, gewoon omdat... Ja, oké, leuk. Ik ga niet te veel rennen. Ik heb wat eten gepakt, want ik kon echt heel moeilijk aan eten komen in 1.7.10. Ik weet niet of dat echt het daar ook een beetje aan ligt, maar naar mijn mening wel. En ik wou nog wat iron halen vandaag. En ja, ik ben heel erg blij met wat we tot nu toe hebben. In 2 afleveringen van 8,5 minuut hebben we dit gewoon even gefixt. En mod showcases duurt meestal ook nog een tijdje. Maar ja, ik ben benieuwd wat we allemaal vandaag gaan beleven. Want ja, het is natuurlijk best wel pittig, deze survival. Vooral als we de mods moeten laten zien. Kijk, nu is het op zich niet zo heel zwaar, maar normaal is het lastig te overleven. Bijvoorbeeld die silverfish aanval van gisteren. Als het goed is, heeft dat beest dat gespand. Je weet wel die eindbaas soort van. Die niet eens dood te krijgen is. Maar ja, niet dat het erg is. Eigenlijk wel. Ik heb echt een te gekke skin. Echt mooi is die ook. Ik ben er heel erg blij mee. Eigenlijk helemaal. Nee, eigenlijk. Ik moet niet liegen. Ik ben er niet blij mee. Nee. Ik vind hem lelijk. Maar ik drukte op een verkeerd knopje en toen kreeg ik opeens deze. Niet dat ik hem ooit geüpload heb. Of zoiets, maar... ik dacht aan een mooie oven. Want die zijn op zich altijd prima handig. Want ik hoop ijzer te vinden. Dat hoop ik echt heel erg. Maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Even deze weghakken. En we hebben... ja, prima gangetje. Niet super lang of zo, maar... Zo. Ik vind die deurbel nog steeds mooi. Vind ik gewoon echt leuk. Zo hebben we weer even wat extra hout. En dit is altijd handig. Want ik ga ook zo even torches maken. Want het wordt steeds al wel weer wat donkerder in dat ding. Torches. Zo, en zo, en zo. Even 16 torches. Daar kunnen we natuurlijk wel even mee door. Dat is fijn. Ik vind dit er leuk uitzien. Ik vind ons huisje tot nu toe, het is niet heel groot of zo. Maar we kunnen er basis in kwijt. Binnenkort maken we... Oké. Okay. Binnenkort maken we natuurlijk wel gewoon even een nieuwe, wat grotere. Maar voor de eerste 3-4 afleveringen, zoiets. Is dit wel prima. Zo... En ik moet nog echt een echte idee krijgen van wat ik binnenkort echt wil maken. Ik heb nog niet echt een topcomment gekregen voor de Wall of Fame. Dus nog... What the fuck? Nee! Nee! Fucking nee! Ga weg, wezenbeest. Klerenbeest. Holy fucking shit. Zagen jullie dat? What the fuck? Holy shit. Oké, jongens. Dit probleem lossen we op in de volgende video. Like en abonneer. En dit is een te spannend einde.